staan hier bij Spijkerman Restaurant in het kader van het 35-jarig jubileum van Frans Spijkerman als ondernemer hier in Purmerend. Het kunstcollectief heeft gemeend om Frans in het zonnetje te zetten en 11 schilders uit te nodigen om hem te portretteren. Dat is in december 2020 gebeurd en nu in januari worden de schilderijen uitgeleverd. 11 schilders zijn langs geweest en we hebben heel kort even een gesprekje met ze gehad. Vanavond binnen een week af. Ik vond het een interessante opdracht. Het was mijn eerste opdracht voor een portret. Het is soms een kunst om op tijd te stoppen. Karin, we zitten een beetje op de afstand, zodat we de coronaregels in acht houden. Speciale dag voor jou, want er zijn hier diverse schilders geweest. Je hebt schilderijen in je etalages gehad en jij moest een keuze maken. Hoe ben je tot die keuze gekomen? Het kunstcollectief heeft verschillende afdelingen. Eén afdeling is het kunstcafé. Ja, het was zeker een speciale dag. En niet alleen een speciale dag, ik denk dat het speciale weken waren. Ik bedoel, ik ben 14 maanden geleden ongeveer, of 12 maanden geleden benaderd. Of ze voor mij een portret mochten schilderen. En niet één persoon, maar wel 10 personen. En het Kunstcafé organiseert 3 keer per jaar een activiteit. En dat kan variëren van een mooie lezing of een museumdirecteur of is uitnodigen voor een mooie gesprek. En ook Sterren op het Doek. Een van de publiekswinnaars heb ik net gesproken. En die heeft jou juist geschilderd op zo'n kruk. Ja, klopt. Ja. Jij zit vaak op een kruk. Nee, dat zou niet goed zijn. Eens per jaar zoeken we dus een markante Purmerender uit. En die gaan we dan met z'n allen proberen te vereeuwigen. Op ieder op zijn eigen Frans manier. Waarom Frans dan nu speciaal voor? En Frans is speciaal dit jaar gekozen omdat hij 35 jaar in het mooie vak zit wat hij hier uitoefent in Purmerend. En dat was een mooie gelegenheid om dat te doen. En nu met corona komt het helemaal mooi uit, zodat hij toch in de bloemetjes gezet kan worden. Maar ik vond het wel een goede stijl om voor iemand die een portret van me maakt, om dan een beetje hoog te zitten en op een kruk en niet laag in een stoel. Want je mag hem houden, dat schilderij. En dat schilderij dat krijgt een plek in je restaurant. Dus dat is ook weer een keuze, hij moet passen in je restaurant. En daar moet je ook weer een overweging van maken. En zodoende ben ik eigenlijk heb ik besloten om het schilderij van Marcus de Vries te kiezen. Als weer een schilderij die in ons restaurant komt. 2021 staan, dat betekent dat jij de prijs hebt in de wacht hebt gesleept van de beste schilder, althans de beste schilder, het schilderij wat Frans heeft uitgekozen. Ja, klopt, het schilderij dat Frans heeft uitgekozen. Ja, ik was nogal verbaasd. Hoe heb je dat ervaren? Ja, spannend. Dat is, er zit natuurlijk een hele aanloop van de eerste Franse. De eerste dag de sessie en dan ga je thuis aan de slag. Ja, en omdat het een wedstrijd is, ga je toch naar iets toe werken. Flabbergasted. Er zijn 10 werken ingeleverd met een, dit jaar moet ik zeggen, uitzonderlijk hoog niveau. Je bent niet echt kunstschilder begrepen? Nee, ik ben geen professioneel kunstschilder. Ik ben er wel al een tijd mee, over een heel veel jaartjes mee bezig om dat naast mijn werk ook te doen. Degene die hem uitkiest, die moet er een gevoel bij hebben. De sfeer en het niet zozeer de techniek. Je hebt Frans daar in een bruin café. Waarom heb je dat gedaan op die manier? Nou ja, ik ken Frans natuurlijk van de tijd in Purmerend dat hij ook hiernaast zijn zaak had. En het bruine was ook wel het warme. Het is toch een ander soort jubileum dan je je voorgesteld had waarschijnlijk? Dit hadden wij toch anderhalf jaar geleden niet verwacht. Nee. Kom op zich, we wouden ze groot feest geven. We wouden de slingers ophangen. En
Maar ja, nu hebben we zelf maar een paar slingertjes opgehangen. Ja. En er wat van gemaakt. En er komt toevallig iemand bij je. En die legt dit voor je neer bij toeval. En dat is ontzettend leuk. Nou, en we hebben daardoor ontzettend veel aandacht gekregen. Ook in de media. En ook door jullie. En ook door de kranten. En ja, en dat is wel heel leuk. Ook door de gemeente Purmerend trouwens. Dus okay. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Toen die schilders die schilderijen hier kwamen brengen op 16 januari. Wat ging er toen door je heen dat je ze zag voor het eerst? Nou, ik vond het wel leuk. Ik kwam binnen en we hadden een bepaalde tijd afgesproken dat ze zouden komen brengen. Dat mocht niet allemaal tegelijk, ook vanwege de corona, al die mensen bij elkaar. En, ja. Dus ik had eigenlijk een beetje de mazzel dat ik als laatste binnenkwam. En die ezels die stonden er nog niet en er stonden 12 schilderijen stonden daar op die bank. En ik kwam binnen en denk, wow. Ja, dan gaat er iets door je heen, dat is echt geweldig. Dan ga je niet meteen een keuze maken en dan ga je wel even, je kijkt even, ja. Je duikt er even dieper op in en zo. En ik loop langs met mijn kleindochter, die is 5. Ja. Ik zeg, en welk vind jij het mooist? Ja. Ze zegt, opa, allemaal.